20 jaar zat hij in Nijmegen in de gemeenteraad. Michel Hulskorten van de VSP. Aan die politieke loopbaan kwam afgelopen week een einde. Van die 20 jaar maakte hij 16 jaar deel uit van de oppositie. Maar afgelopen jaar mocht zijn partij onverwacht een wethouder leveren. De politiek is hem met de paplepel ingegoten. Ik ben al erg jong in de politiek begonnen. Thuis werd er altijd gesproken over de politiek. In de 70 jaar was ik bij het CDA. Uh, daar voelde ik me thuis en uh, ik kwam toen ook bij een internationale beweging en toen moest ik kiezen en toen heb ik daarvoor gekozen. Later toen ik gepensioneerd ben toen uh, dacht ik toch dat moet iets voor de ouderen gebeuren en toen ben ik een politiek partij begonnen voor de ouderen in Nijmegen. De laatste vier jaar zijn we in de coalitie gekomen. Uh, daarvoor zaten we altijd in de oppositie en dat is natuurlijk geweldig als je gevraagd wordt om, uh, ...om mee te doen in de coalitie. En we hadden natuurlijk wel onze eisen. En uh, die zijn ook ingewilligd. En uh, het was geven en nemen. Dus je moet ook uh, nemen. Ook al ben je daar niet altijd mee eens. Maar het is een zeer prettige tijd geweest. Met uh, SP, GroenLinks en de Nijmegen Stadspartij. Er waren vier partijen. We hadden net de meerderheid. 20 tegen 19. Maar uh, het is wel een succesvolle uh, periode geweest voor ons. We hebben een wetgehouden kunnen leveren. Uh, meneer Sutulief uh, die was ook landelijk voorzitter van 50PLUS. Zoals u weet zijn wij overgegaan naar 50PLUS. We vinden het toch belangrijk dat er één grote sterke ouderpartij moest komen in Nijmegen. En uh, daarvoor kozen wij dus om naar 50PLUS te gaan. Soetelief had dus het armoedebeleid, de toerisme had hij in Nijmegen en uh, de economie. En dat heeft hij goed gedaan. Eigenlijk ben ik het meest trots op de afgelopen vier jaar. Het is natuurlijk wel zo als je een kleine partij bent met twee zetels. En je wordt gevraagd dan om in de coalitie te komen. En je hebt dan het echt gevoel dat we iets kunnen betekenen. Uh, ja, daar ben ik echt trots op. Hè, onder andere, we hebben gezorgd dat uh, het vrij vervoer 65 plus voor de ouderen, dat die, uh, dat die doorgang kon vinden. Uh, we hebben gezorgd dat de prijzen in de wijkcentra bevroren werden, vier jaar. We hebben gezorgd dat in de Dukenburg uh, uh, woensdagmiddags uh, nog een extra middag open ging voor de burgers. Uh, 250.000 euro is vrijgemaakt voor de dagopvang. Dus u begrijpt we hebben wel het een en ander kunnen doen voor de ouderen. Kijk, als wij eerder in de coalitie gekomen waren, dan hadden we veel meer kunnen doen. En dat is niet gelukt. En dat, is, ja, dat vinden we wel spijtig. Ik ga meer richten op mijn kleinkinderen, op mijn vrouw en om mijn privéleven. En ja, daar verwacht ik veel van.